Ik ben dus Lucie en we gaan meteen ook aan de slag. Book Widgets is de toolbox die een leerkracht nodig heeft om het leerproces van de leerling te ondersteunen, van begin tot eind. Met dus de widgetbibliotheek om content te gaan maken, integratie in een vertrouwd leersysteem zoals SmartSchool, Google Classroom, Microsoft Teams en veel meer. Leervooruitgang opvolgen via live widgets en ook het verbeter dashboard, waar we vandaag kort ook even naartoe gaan, om dus efficiënt te kunnen verbeteren en feedback te kunnen geven. Voilà. De meerwaarde van examens in Book Widgets is vooral dat je leerlingen live kan volgen. Dus je kan toezicht houden vanop jouw bureau. Het is wel nog altijd de bedoeling, of dat raden wij toch aan, dat je in dezelfde ruimte bent. Bij het afstandsonderwijs was dat niet altijd mogelijk, maar wij raden dat hier wel, als je dat kan, proberen dat toch wel, dat er een monitor aanwezig is in jouw klas. Dus een begeleider sowieso dat het kan opvolgen. Je kan je examens ook multimediaal maken. Afbeeldingen in kleur, maar ook videofragmenten vanuit YouTube bijvoorbeeld of andere zaken dat je erin kan steken. Minder papierkosten uiteraard. De toegankelijkheid via de opties. Dus kan je leerlingen toegang bieden, je kan zaken groter zetten, lettertypes groter zetten. Leerlingen zouden kunnen inzoomen op afbeeldingen. Zo zijn er ook screenreaders dat je kan toestaan enzovoort. En je kan ook differentiëren op die manier. Je kan efficiënter verbeteren. Je krijgt soms een paar handige statistiekjes ook. En je kan ook jouw resultaten beheren. Voor dat beheer van die resultaten zit er een link achter naar een webinar die wij hebben gegeven over wat je allemaal met die resultaten kan doen. Stel, inspectie komt op bezoek. Waar zitten die resultaten eigenlijk in Book Widgets? Hoe kan ik die snel en efficiënt tonen? Hoe kan ik die exporteren zodat mijn school daaraan kan? Dat zit hierachter, want dat is eigenlijk nog een volledig ander thema dat hier ook te maken mee heeft. Dus ga deze ook zeker bekijken. Duurt ook weer een uurtje, maar je krijgt daar nog andere leuke tips ook. Voilà. Wij gaan het vandaag vooral hebben over 5 stappen voor het opstellen van het examen. Als je die 5 stappen altijd mooi doorloopt, dan ga je natuurlijk een knap examen kunnen maken. Voorbeeldexamens, daar heb ik er een paar van meegenomen, gewoon ter inspiratie. En extra tips voor het opzetten van een veilige toetsomgeving. We gaan meteen beginnen met die 5 stappen. En dat is echt het volledig opzetten van het examen, het delen en het verbeteren van dat examen. Je ziet hier ook al dat wij met SEP en CoolCheck gaan werken om het in de beveiligde omgeving te doen. Ik ga daar straks verder op ingaan, want er zijn ook wel wat limieten aan vastgebonden. Dan je examen zelf opstellen, je vragen toevoegen, je opties enzovoort gaan toevoegen. Hoe dat je jouw examen kan delen met leerlingen. Leerlingen die jouw examen maken dan. En dan ook efficiënt verbeteren. Dus daar gaat het vandaag in die 5 stappen over gaan. En we gaan beginnen met Safe Exam Browser. Safe Exam Browser is een beveiligde omgeving, waardoor dan leerlingen niet uit jouw browser window kunnen gaan. Ze zitten eigenlijk vast in de Book Widgets opdracht en ze kunnen niet naar andere tabs gaan, geen andere tabjes open doen, geen dingen opzoeken, geen andere applicaties open doen, enzovoort. We hebben hier CoolCheck ook bijgezet, want Safe Exam Browser is echt een applicatie dat geïnstalleerd moet worden op een device. En Chromebooks, die werken niet met installaties. Daar kun je gewoon geen applicatie op installeren. Daarmee dat daar CoolCheck wel een oplossing is, moest jouw school met Chromebooks werken. De SEP is een omgeving, dat is een externe omgeving. Dat is niets wat wij hebben gemaakt. Dat is gewoon een gratis applicatie, een gratis software waarmee wij hebben geïntegreerd om het jullie wat gemakkelijker te maken die veilige omgeving te creëren. CoolCheck is wel van Cloudwise, dat is een commercieel bedrijf, net zoals Book Widgets trouwens. Zij hebben dan die applicatie en dat is ook wel meer gemonitord. Daar kan je ook meer support van krijgen. Dat is echt een team die aan de slag gaat met jou om die volledige veilige omgeving op te zetten. En dat werkt ook op Chromebooks, wat je dus niet hebt bij SEP. CoolCheck momenteel zit vooral op Chromebooks, maar zij gaan ook een applicatie voor Windows op de markt brengen. Ze zijn daar volop mee bezig. Dat gaat niet meer zo lang duren. Ik denk sowieso dat dat tegen september er ook is, omdat dat ook dan op Windows-toestellen kan werken.
Ik heb hier een video bij gestoken dat jullie stap voor stap kunnen zien hoe dat SEP werkt. Want ik kan dat vandaag ook niet volledig demonstreren. Want uiteraard, dan ga ik ook weer Zoom afsluiten. Al mijn applicaties gaan dan gewoon stoppen. Dus in die video kan je het wel veel beter zien. En dan zie je effectief hoe dat moet, stap voor stap. Nu, het belangrijkste is dat jouw leerlingen die applicatie eerst allemaal moeten installeren op hun eigen device. Dat is één mogelijkheid. Of de ICT-coördinator zorgt ervoor dat op alle devices van de leerlingen dat geïnstalleerd wordt. Afhankelijk van hoe alles werkt binnen jouw school, kan het zijn dat je het gemakkelijker vindt in het begin van het schooljaar gewoon die downloadlink door te sturen aan jouw leerlingen. Ze klikken daarop, ze klikken op installeren en elke leerling heeft dat. Je doet dat onder toezicht, zodat je ziet dat dat ook effectief in orde is. Of je kan ook zeggen, ja, de ICT-coördinator kan dat op de devices van de school eventueel wel al doen. Maar moesten er toch nog devices zijn waar dat moet opstaan. Ik heb hier ook de link bijgezet die je nodig hebt om die software te installeren. Het is gratis, echt met twee muisklikken staat dat eigenlijk op jouw computer. En ik heb al gezegd, het werkt dus niet op Chromebooks. Coolcheck, dat heb ik al even gezegd. Het is een heel handige en fijne applicatie. En ze hebben ook een optionele meekijkfunctie. Dus als leerkracht kan je ook weer meekijken in dat examen van die leerlingen. En je kan ook soms controle zelfs nemen over het scherm van de leerlingen. Moest er toch iets zijn of wil je even de aandacht naar voren brengen, dan kan je even een freeze doen voordat zij verder kunnen gaan. Ook weer hier, die meekijkfunctie is alleen maar op dat examen. Hè. Dus ze gaan daar niet andere dingen bekijken. Maar dat kan natuurlijk ook niet, want je zit in die beveiligde omgeving. Chromebooks binnenkort ook Windows-toestellen. En hier is het wel belangrijk, dit moet vanuit de school komen. Dus SEP is iets wat dat je nog klein kan starten met een groepje leerkrachten dat daarmee willen werken. Cloudwise, dus CoolCheck van Cloudwise, dat is iets wat dat vanuit de school moet komen, op een groter niveau moet geïnstalleerd worden. We hebben dus alle leerlingen hebben SEP of CoolCheck voor die beveiligde omgeving. Heb je dat niet, kun je ook met links werken. Nu, werken met een link, dat gaat wel bepaalde nadelen opgeven. Dus het is altijd voordeliger om via gewoon SafeX en browser te gaan werken, in plaats van gewoon de link of de widget te delen in jouw leersysteem zonder een of andere beveiliging. Ja, ze kunnen dus andere zaken open doen. Dat is het grootste nadeel daarvan. Hè. Maar moest jij gewoon controle, toezicht doen, is dat ook geen probleem. Ik ga daar ook nog een paar tips bij meegeven, hoe dat je toch zonder die veilige omgeving wel die examens goed kan doen verlopen. De volgende stap is zelf de rol van de leerkracht. Dus we gaan dat examen opstellen. En we kunnen hier kiezen tussen vier widgets. Ja, het zijn er vier. Vroeger waren het er drie, eigenlijk tot op de dag van vandaag of misschien zelfs pas volgende week, afhankelijk van wanneer onze deploy uitgaat, komt die videoquiz daar nog bij. In principe, eerst hadden wij het werkblad, het gesplitst werkblad, de quiz. Nu willen we ook, maken we het dus ook mogelijk om met de videoquiz die ook in die veilige omgeving te gebruiken. Dit kunnen we in SEP en CoolCheck gebruiken. Andere widgets kun je ook weer gewoon in een andere omgeving gebruiken. Dus als je zegt, ik wil een examen met een andere widget doen, dat gaat. Waarom gaan we nu specifiek terug naar deze vier? Omdat dit de enigste widgets zijn die 35 vraagtypes hebben. Dus als jij een afwisselend examen wil maken, met dan ook die verbetering achteraf, dan ga je altijd op deze vier widgets terugvallen. Als we vragen gaan toevoegen, zijn er heel veel tips en handige manieren om te importeren vanuit een widget bijvoorbeeld of vanuit een document om efficiënter die vragen toe te voegen. Ik heb hier weer de webinar gezet als de webinar van vorige week. Deze tips komen daaruit. Heel interessant om dat ook weer te bekijken. Daar krijg je op ongeveer een uurtje de tijd heel veel nuttige informatie over hoe je efficiënter aan de slag kan gaan met werkbladen en quizzen en dus ook sneller die examens en die toetsen of die taken kan opstellen. Ten eerste, we gaan importeren uit een widget. Vragen toevoegen vanuit een widget dat we al hebben of importeren vanuit een document. Ik heb even mijn examen erbij genomen. Ik heb hier
boekwidget, dus dat open staat. En stel ik begin vanuit een leeg examen, dan kan ik hier bovenaan kiezen voor importeer uit widget. En we weten bij heel veel van jullie dat jullie vragen halen uit toetsen, want we gaan bepaalde opdrachten, einddoelen, toetsen. Dus die vragen zouden in principe goed zijn om dan in het examen over te nemen. Dat betekent dat je al toetsen hebt klaarstaan. Dus je kan heel gemakkelijk naar eender welke toets waar je wil mee aan de slag gaan, bijvoorbeeld de Europese hoofdsteden. Deze vragen wil ik sowieso in mijn examen hebben. Je kan dat hier gaan aanduiden en we kunnen dat dan importeren. En dan komen die vragen hier mooi bij te staan. En zo kan je jouw examen gaan samenstellen vanuit al jouw toetsen. Dat is ook een hele handige om dus op voorhand, dus nu al na te denken, waar dat je al die toetsen gaat opslaan in boekwidgets. Gaat dat in een groep zijn? In welke folder gaat dat zijn? Zorg dat die een beetje samenstaan, zodat je gemakkelijk kan navigeren daarnaar om die toetsen terug te vinden, om dan hier vragen uit te trekken. Toetsen zeg ik nu, maar dat kunnen evengoed taken en bepaalde opdrachten zijn die die eindtermen en die doelstellingen ook hier gaan toetsen. De importeer uit document, dat is ook weer hier bij dat tandwieltje. Hier kan je kiezen voor importeren uit document. Je hebt bijvoorbeeld een examen op papier. Dat betekent dat je daar normaal een Word-document van hebt. En dat moet voor boekwidgets ook een docs-document zijn. Dus heb je een Google-form, zal je dat eerst moeten exporteren naar een docs-document. En dan kan je dat ook weer gaan importeren in boekwidgets. Als ik hier kies voor importeer uit document, kan ik dat een PDF-bestand of dat docs-document van mijn examen aanduiden en daar al vragen gaan importeren. Dus ik kan dat even doen. Voilà. Openen. Ik heb dat nu geopend. En dan zie je het op deze manier. We gaan dat herformateren, maar we kunnen wel dit examen binnenbrengen in boekwidgets. Ik ga dit doen aan de hand van 1 à 2 vragen, puur ter voorbeeld, want we hebben dit volledig in de vorige webinar ook al uitgelegd. Dus ik kan hier bijvoorbeeld de vraag aanduiden. Dit is een nieuwe vraag en dit is een invulvraag met een tabel. Noem ik het even invulvraag met tabel. En dit is dan mijn tabel. Dus dat is mijn eerste vraag. Dit is weer een nieuwe vraag. Dit is gewoon een antwoord op 1 lijn. En ik wil dat die afbeelding daarbij komt. Kan ik ook weer mooi aanduiden. Dit is een nieuwe vraag. Dit is een invulvraag. En dit is de tekst van mijn invulvraag. Dat duid ik zo weer mooi aan. Enzovoort. Ook hier bij breuken, LaTeX, heel handig. Als je dat mooi hebt staan in jouw docs, gaan we die LaTeX-code gewoon mee overnemen in boekwidgets. Dat kan ik wel even tonen. Dit is een meerkeuzevraag, een tekstmeerkeuzevraag. En dan moet ik mijn mogelijke antwoorden 1 voor 1 even gaan aanduiden. Voilà. En dan kies ik voor importeren. En dan staat ook weer hier alles er mooi in van onder. Ik ga dat even tonen hoe dat het eruit ziet. Ik ga even skippen naar mijn laatste vragen. Dus mijn tabel staat erin. En mijn open vraag hier, mijn invulvraag en ook hier mijn LaTeX. Nu, soms komt niet alles even goed mee. En je moet ook hier nog wel die configuratie van de juiste antwoorden gaan doen, zodat die automatische verbetering meekomt. Dus dat zijn bij deze zaken nog zaken. Ga er altijd even kijken, want we moeten bepaalde edits gaan doen. Ik wil niet dat hier bijvoorbeeld een 1 staat. Ik moet hier aanduiden wat de juiste antwoorden zijn en het ook zelf gaan invullen, zodat het automatisch verbeterd wordt. En ik moet onderaan nog een score of een punt geven dat meekomt bij die vraag. Dat mag ik ook niet vergeten. Dus dat is de importeren uit document. Heb je al examens? Begin gewoon daarmee en ga daar vragen uit importeren. Je moet natuurlijk al een beetje geavanceerder zijn met boekwidgets om te weten welke vragen dat ook zijn in boekwidgets.
Gebruik ChatGPT ter ondersteuning bij het maken van vragen. Ook weer in de webinar waar ik naar link, hebben wij fantastische ideetjes en tips meegegeven van bepaalde prompts dat je kan ingeven aan ChatGPT om een vraag op de juiste manier te configureren, zodat je gewoon een copy-paste kan doen, dan in boekwidgets kan plakken of importeren via importeren het document als je het als PDF hebt opgeslagen. En op die manier kan je snel goede vragen erin gaan zetten. Ja, natuurlijk, of de vraag goed is, dat is afhankelijk van hoe jij die stelt en wat ChatGPT ook geeft. We gaan daar altijd zelf als leerkracht bij stilstaan. Is dit nu goed om dat te gebruiken of niet? Oké, deze is ook een hele goede tip. Plaats altijd uitleg bij open vragen, maar ook bij andere vragen. Dus in een opdracht ga ik bijvoorbeeld, dat is een invulvraag, dat mijn leerlingen moeten invullen. Hieronder staat uitleg. Deze kan ik al invullen. Dus ik kan eigenlijk mijn volledige tabel, dat volledig juist is, ingeven. Nu, het wordt ook automatisch verbeterd, dus die verbetering krijgen ze al. Maar je kan ook echt gewoon een tekst of een theoretische uitleg erachter al bijgeven. En dit kan je doen bij elke vraag. Dit is bijvoorbeeld een tabelvraag, waar dat ze statements krijgen en moeten aanduiden, is het nu het arbeidsreglement of een arbeidscontract enzovoort. Ook hier kan je uitleg bij geven. Dat is juist daarom, dat is fout daarom. En dat gaat jou helpen bij de verbetering zelf. Dus heel veel wordt automatisch verbeterd. Maar voor open vragen moet je zelf nog een punt geven. En in plaats van dan jouw papiertje met het juiste antwoord naast jou te leggen, gaat die uitleg mooi al meekomen en kan je dus het antwoord van de leerling vergelijken aan de uitleg die hierin staat. Dat is één reden. Een tweede reden is ook dat het heel interessant is voor het feedbackmoment. Als jouw leerlingen de examens mogen inkijken, komt de uitleg automatisch mee met het antwoord van de leerling. Dus dan kunnen zij hun foute antwoord vergelijken met de uitleg van de leerkracht die er al in staat. En moet jij niet per se nog eens alles gaan uitleggen als er nog vragen zijn. Uiteraard ben je daar wel, dus je kan dat zeker wel nog doen als er vragen zijn, hè? Plaats onderaan een reflectievraag en zet deze niet op punten. Ik heb gezien dat veel leerkrachten op het einde toch wel even willen posten van ja, hoe moeilijk was dit nu voor jou? Heb je veel geleerd of niet? Dus je kan daar een vraag bij zetten, dat dient ter reflectie. En ik heb hier een voorbeeld van een rubriekvraag. En ik heb dit in het verbeterdashboard. Dan zie jij eigenlijk een beetje hoe dat dit eruit ziet voor de leerkracht zelf. Dus als de leerling dit heeft ingevuld, de opdracht of het examen heeft ingestuurd, dan zie je dat ze hier hebben aangeduid van kijk, ik heb niks gestudeerd of slechts enkele minuten. Ik denk wel dat ik het heel goed heb gedaan en ik begrijp alles prima. En het kan even goed zijn dat je denkt van, oh ja, kijk, die heeft niks gestudeerd, maar eigenlijk vond ik wel dat het ook heel slecht ging. En je kan dat eventueel overschrijven. Het is voor een examen, dus kijk ook weer of dat nodig is of niet. Voor toetsen is dat wel heel interessant, omdat je zo kan aantonen van, ja, nee, dat is toch wel niet hoe ik het zie. Dat kan op die manier gebeuren. Je kan ook eenderd welke andere vraag daarin zetten. Een type vraag dat vaak voorkomt, is ook een vraag met meer keuzevraag met afbeeldingen, dat ze een bepaalde emoji of zo moeten aanduiden. Dan heb je ook nog slim werken met de tekstvraag. Een tekstvraag zal altijd dienen als secties. Dus dat is een soort informatieblok dat ervoor zorgt dat jouw examen op dezelfde plaats goed blijft staan. Je kan later de optie aanduiden om jouw examens, dus om jouw vragen willekeurig te tonen. En dan gaan die tekstblokken wel op de juiste plaats blijven staan, maar de vragen tussen de tekstblokken, die worden eigenlijk willekeurig getoond. Je kan het ook op een leuke manier aanpakken. Dus eindigen met een leuke meme over de examens, vond ik wel een heel leuke touch. Eventueel ook een toffe gif dat erin zit. Of gewoon het YouTube-filmpje, het epische YouTube-filmpje van het examen van Mr. Bean. Moesten ze klaar zijn, ze zien dat ze wel nog veel tijd hebben, is wel eens tof om het op die manier te doen. Dit staat ook niet op punten, een tekstvraag, dat kan niet op punten staan. Audio dat je automatisch afspeelt,
afspeelt, dat kan dus ook. Dus dit staat niet op punten en kan ook niet op punten staan. Dan heb ik nog een voorbeeldje waar we die tekstblokken gaan gebruiken om multimedia toe te voegen. Ook wel hier, dus we gaan echt YouTube-fragmenten toevoegen, maar ook gewoon afbeeldingen. Dus aan de hand van die afbeelding, die krijgen ze nu, gaan ze weer een vraag moeten oplossen. Ze moeten weer een paar vragen oplossen en ze krijgen dan weer iets anders, een 3D van de bij. En dan moeten ze daarover weer allemaal van alles gaan oplossen. Dus gebruik die tekstvragen om die multimedia toe te voegen. Oké. Verder. Bepaalde vraagtypes kun je niet gebruiken in Safe Exam Browser. Uiteraard kan je dat wel gebruiken als je niet Safe Exam Browser of CoolCheck gebruikt, maar hier kan je geen fotovraag, geen whiteboardvraag en geen audio-opname-vraag gebruiken. Je kan dat wel, maar het probleem is dat leerlingen op die manier een weg naar buiten kunnen vinden. Want ze moeten een foto uploaden en ze kunnen zo die, ja, dat foldertje naar boven brengen en zo kunnen gaan zoeken in de documenten die opgestaan zijn op die computer. Dat gaat bij een fotovraag zijn. Bij een whiteboardvraag alleen maar als ze ook een foto moeten uploaden. Dus dat staat standaard uit. Dus als dat uitstaat, is er geen enkel probleem. En een audio-opnamevraag, dat gaat gewoon niet werken. Want het audio-opnamesysteempje gaat, ja, dus die recording, dat wordt niet meer getriggerd omdat dat is afgesloten in SEP en CoolCheck. Zoals hier staat ook wel, je kan er ook voor kiezen om die lockdown-applicatie niet te gebruiken. YouTube-video's. YouTube-video's zijn vaak een ellende, om het zo te zeggen, omdat er in YouTube zelf al meteen in die video's een knopje zit waar dat leerlingen op kunnen klikken en dan worden ze uit de beveiligde omgeving gecatapulteerd naar YouTube en kunnen ze eigenlijk van alles op YouTube gaan opzoeken. Dus dat is iets wat we niet willen. En we hebben daar twee manieren op gevonden om te omzeilen. De eerste manier was er voordat we de tweede manier hebben gevonden. Dus ik raad sowieso aan om de tweede manier te gebruiken. Maar je kan ook even hier kijken bij... je kan ook even kijken deze manier bij La Digital. Dat is een website waarin dat je de YouTube-video insteekt. En die gaat ervoor zorgen dat die een frame maakt van die YouTube-video. En daardoor kunnen de leerlingen nergens op klikken. Het enige wat de leerlingen daar wel moeten doen, is de gebruiksovereenkomst van YouTube aanvaarden. Daar staat jammer genoeg weer een link bij, waardoor dat ze naar die gebruiksovereenkomst kunnen gaan. Nu, ze kunnen niet gaan spieken. Maar dus hier gaat er wel toezicht moeten gebeuren om weer te zeggen, van, okay, hebben al mijn leerlingen gewoon op oké geklikt of aanvaard? En dan kunnen ze wel het voorbeeld zien in de video. Dus de YouTube-video zonder extra linkjes. Het tweede is dat wij een SEP-bestand hebben geconfigureerd. Dus dat is een Safe Exam Browser-bestand met een geavanceerde configuratie in, waar dat wij bepaalde opties hebben kunnen vinden dat werken om die knop, die linkjes dat in die YouTube-video zitten, niet klikbaar te maken. Ze kunnen daarop klikken, maar er gaat niks gebeuren. Dus op die manier download dat bestand en ik ga straks tonen hoe dat je of waar dat je dat kan importeren. In de slide deck staat het er ook weer bij. Bij algemeen Safe Exam Browser en geavanceerde opties kun je daar een bestand importeren en dat is dan gewoon dit bestand. Ik heb hier ook een bestand met de Sprint en de YouTube link configuratie, dus zowel Sprint toelaten en YouTube, die link, ervoor zorgen dat die niet werkt. Die zit er hier ook achter. Daar vertel ik straks meer over Sprint Plus. Voilà. De vragen in BookWidget zelf. We hebben gesloten vragen, we hebben open vragen en we hebben opdrachten of taken. Ik heb dit tabelletje erbij gezet omdat ik heb gesproken met iemand van de examencommissie, zodat wij ook deze kennis kunnen overgeven van hoe maak ik nu effectief een goed examen en wat is er nu, wat wordt nu toegepast op BookWidgets. Weet dus bij gesloten vragen dat we andere zaken gaan testen
Dus op een ander beheersingsniveau dan bij een opdracht of een taak en bij open vragen. Bij gesloten vragen gaan we vooral vragen dat de leerlingen gaan reproduceren, dingen gaan begrijpen, kunnen dingen toepassen en kunnen analyseren. Dat is ongeveer ook hetzelfde bij open vragen, maar hier gaan we ook wel toevoegen dat ze kunnen analyseren en vooral evalueren. En dan bij een opdracht en een taak gaan we vaak ook meer naar het creëren toe gaan. Dat leerlingen echt zaken moeten creëren. En ook hun vaardigheden kunnen we daar gaan testen. Hoe zit dat nu bij BookWidgets? Ik heb de vraagtypes er een beetje ingegooid, zodat je heel goed weet van ja, dit zijn allemaal gesloten vragen. In principe zijn dat alle vragen, behalve de open vragen. En de rubriek kan in principe ook wel een gesloten vraag zijn, want je kan daar punten op laten geven. Hè. Die kan ook echt summatief ingezet worden en dat die automatisch verbeterd wordt. Nu automatisch verbeterd, de leerlingen gaan iets aanduiden. Jij moet dan ook nog aanduiden wat dat waar is en dan gaat die inschaling meteen een punt geven. Helemaal automatisch is het niet. Dus de open vragen zijn vooral die vragen waar je zelf nog gaat moeten verbeteren, waar ze een foto kunnen uploaden, een bestand kunnen inspreken. De whiteboardvraag zit daartussen en dan de twee open vragen, dus met een lang stuk tekst en ook weer de tekst met opmaakvraag zit daartussen. Gewoon handig voor jou om weer dat tekeningetje erbij te halen. Wat wil ik gaan testen? Welke vragen kan ik in BookWidgets daarvoor gebruiken? Nu, afhankelijk van de vragen die je kiest, gaan er ook bepaalde eigenschappen aan verbonden zijn. De beoordeling van gesloten vragen is bijvoorbeeld heel objectief. Er is een automatische verbetering. Bij open vragen gaat die subjectiever zijn. Om dat tegen te gaan, dat je een subjectieve beoordeling gaat doen, proberen we aan te moedigen om weer via die uitleg in BookWidgets daar al het juiste antwoord, het modeloplossing, weer te geven, zodat die subjectiviteit toch wel wat weggaat. En rubrieks zijn, ja, die zijn ook redelijk subjectief. Nu ook weer een taak of een opdracht gaan evalueren is sowieso subjectief, maar met die rubriek ga je wel op de juiste criteria kunnen beoordelen, ga je heel transparant zijn op die manier en kan je het op die manier weer wat meer objectiever maken. Bij gesloten vragen kan er heel veel gegokt worden, zeker bij multiple choice vragen, dus houd daarbij rekening. Als je alleen maar gesloten vragen hebt gebruikt, dan eigenlijk zou je daar percentueel rekening mee moeten houden dat ze een minder goede score hebben, omdat dat je met dat gokken moet rekening houden. De open vragen is gokken niet mogelijk en mijn opdrachten van taak ook niet. Een antwoord toelichten moet niet bij een gesloten vraag. Je hebt daar die automatische verbetering, maar zoals ik heb gezegd, in het verbeteren nadien is het wel interessant dat je wel die uitleg daar gaat plaatsen en ook zegt waarom is het dat juist of waarom is dat nu fout, kan soms wel interessant zijn voor leerlingen nadien ook. Ja, uiteraard open vragen en daar moet je sowieso jouw antwoord toelichten. Dan leesvaardigheid. Hier refereer ik naar hoe moeten leerlingen goed kunnen lezen. Voor al deze vraagtypes moeten ze door zowel gesloten vragen of open vragen goed kunnen lezen. En natuurlijk, de opdracht of de taak hangt er een beetje vanaf wat voor opdracht of taak. Moeten ze schrijfvaardig zijn? Bij gesloten vragen niet. Al onze gesloten vragen zijn vooral die drag-and-drop vragen, waar dat ze moeten slepen en laten vallen op een plaats, iets aanduiden. Soms moeten ze wel iets invullen. Maar dat is wel minder bij die gesloten vragen. Bij die open vragen moeten ze wel effectief kunnen schrijven, zeker bij die langere antwoorden op meerdere lijnen of die tekstvraag met opmaak. En voor de opdracht hangt dit weer af van het type. Creativiteit? Nee. Dus ze hebben niet veel ruimte voor creativiteit in een gesloten vraag. Bij open vragen is dat ook wel beperkt. Met die taken en die opdrachten ga je weer meer aan creativiteit hebben. De afname van de toets, dus afhankelijk van hoeveel tijd je hebt om je examen af te nemen, ga je ook weer wieken en wegen met die gesloten en die open vragen. Gesloten vragen kost sowieso minder tijd om op te lossen. Jouw examen gaat sneller worden afgenomen als je die open vragen gebruikt. Bij
bij gesloten vragen gebruikt. Bij open vragen kost het wel ook nog altijd weinig tijd, maar meer dan bij gesloten vragen. We merken sowieso dat een boekwidget opdracht, dat de leerlingen daar sneller over doen dan dat je je examen op papier zou geven. Nu, dat neemt niet weg dat je geen deel op papier kan geven. Hè. Schrijfvaardigheid is nog altijd iets heel belangrijks. Zo zijn er andere vaardigheden dat je zeker nog kan toetsen op papier. Hè. Resultaat is direct bekend bij gesloten vragen. Bij open vragen heb je wel wat verbeterwerk. Verbeterwerk of ja, gewoon een punt toevoegen. En bij een opdracht of een taak ziet dat er anders uit. Dus hou rekening een beetje met wat wil je gaan testen in jouw examen. En dat je ook niet alleen maar die gesloten vragen gaat gebruiken. We weten wel dat gaat heel veel voordelen meebrengen, zeker voor de leerkracht qua tijdbesparing. Maar voor de leerling denk ik dat het ook wel heel belangrijk is dat je ook andere zaken gaat toetsen, bijvoorbeeld evalueren, zodat ze daar bij die open vragen ook mee aan de slag kunnen. We gaan nu eens kijken naar de opties dat we gaan instellen in ons examen. De leerlingen hebben SEP geïnstalleerd of CoolCheck of geen veilige omgeving, dat kan ook. We hebben de juiste widget gekozen. We hebben onze vragen toegevoegd, dus we gaan nu kijken naar de juiste opties. Er zijn een paar opties. Voilà, ik heb hier mijn examen erbij genomen. Ik ga eerst naar titel en rapportering. Voor een examen, sowieso, moet de optie de leerling kan antwoorden indienen aanstaan. En idealiter, en deze staat standaard uit, de leerling mag maar één keer de antwoorden indienen. Als die uitstaat, kunnen leerlingen in principe nog op het vuilbakje klikken in de rechterbovenhoek, al hun antwoorden wissen en opnieuw beginnen en opnieuw indienen. Je zou kunnen zeggen, ja, ze gaan toch niet genoeg tijd hebben om dat twee keer te maken. En je ziet ook wel dat ze dan twee keer hebben ingestuurd. Dus je gaat dan ook gewoon de eerste versie verbeteren. Dat kan ook. Als je dit uitzet, ja, dan kunnen ze het gewoon niet eens proberen. En dan heb je nog de examenmodus. Hier kun je een tijdslimiet opzetten. Bijvoorbeeld, die hebben 120 minuten tijd om het examen te maken. Wil je met CoolCheck werken? Die CoolCheck kan er zelf daar in dat programma kun je ook al een tijd zetten. Dus dan moet je dat niet per se in BookWidgets doen. Dan is het specifiek in CoolCheck. Hier bij SEP. SEP heeft dat niet. Dus dan moet je hier wel echt een tijd gaan instellen. Als je wil zeggen, oké, 120 minuten. Daarna komt er een pop-up en dan moeten ze indienen. En de leerling mag niet herbeginnen. Dus als ze indienen en deze optie staat weer aan, dan kunnen ze weer volledig worden, alle antwoorden kunnen dan gewist worden en opnieuw herbeginnen. Dit gaan we weer uitzetten. Voilà, dat zijn de opties via titel en rapportering. Ik heb ze hier mooi opgesomd om nog eens te bekijken. Hier veetjes staan betekenen dat je het moet aanzetten. Ik heb soms ook dus een kruisjes, betekent dat je het moet uitzetten. Soms ook heb ik dus ook die vraagtekentjes erbij staan, omdat dat afhankelijk is van jezelf als leerkracht. Wil ik dit of wil ik dit niet? We gaan beginnen bij de correctie- en de scoreopties van de algemene hier. Als ik dit open klik, dan ga ik deze opties uitzetten. Deze staan dus standaard aan. Hè. Dus toon de antwoorden juist of fout zodra de quiz is afgelegd. En toon de correcte antwoorden zodra de quiz is afgelegd. Die staan altijd aan. Die wil ik alle twee uitzetten. Dus dat is echt een hele belangrijke, want anders gaan jouw leerlingen die antwoorden al krijgen. Toonpunten bij elke vraag. Dat is iets wat ik graag wil aanzetten. Op examens weten we wel dat leerlingen vaak op voorhand al wat gaan berekenen. Ben ik nu geslaagd of niet? Ze willen ook echt gewoon weten op hoeveel punten staat hier elke vraag. En later, we hebben ook iets toegevoegd dat nog later aan bod komt. En dat is het sterren van vragen. Bijvoorbeeld dat de leerling kan aanduiden dat hij moet teruggaan naar die vraag. Nog even moet aandenken. Dan is het wel interessant om echt vragen met veel punten aan te duiden voor die leerling die dat hij niet weet, zodat hij op tijd nog terug kan gaan naar die vraag om daar opnieuw over na te denken. Voor de rest tonen we geen score, geen markeerantwoorden. Laten we dat allemaal zo staan. Dit moeten we aanzetten en dit moeten we uitzetten. Voilà. Dan de strikte antwoordvolgorde. Dat is ook weer iets wat je zelf gaat beslissen. Dus dat is de volgende optie. En dat is
Dat kan handig zijn en dat kan niet handig zijn. Als we dit aanzetten, moeten de leerlingen effectief stap voor stap de vragen oplossen. En kunnen ze bijvoorbeeld niet meer terug om de antwoorden op eerder vragen te zien. Dus ik zou zeggen, je kan alleen maar vooruit en je kan niet meer terug achteruit navigeren. Waarom zou je dit aanzetten als je bijvoorbeeld een opdracht hebt, ja, een examen waarin dat je in vraag 15 eigenlijk een antwoord weggeeft dat leerlingen in vraag 3 hadden moeten invullen. Dus ik wil niet dat mijn leerlingen bij vraag 15 de realisatie hebben van ah, maar dat is een antwoord, dat ik kan terug gaan invullen en dat ze kunnen teruggaan om het daar dan in te vullen. Dus dan zet je dit uit. Wat dat je ook kan doen is, we gaan dit wel aanzetten en dan mogen ze wel ook nog teruggaan en ze mogen de antwoorden zien, maar ze kunnen niets aanpassen. Dus in principe is dat ook wel een optie. Ik ga even naar de bekijk om dat te tonen hoe dat het eruit ziet. Ik ga bijvoorbeeld hier iets invullen. Voilà. Ja, ik zit zeker in mijn laatste vraag. Nee, ik ga het anders doen. Ik ga naar mijn eerste vraag staan. Ik ga hier iets invullen. Wacht, ik ga naar de volgende gaan, want ik heb hier alles van ingevuld. Voilà. Je ziet... Ah, ik zit hier toch... Ah ja, ik moet hier klikken op klaar en verder. Ik heb het nog in het Engels staan. En ik kan wel teruggaan, maar ik zou het niet meer kunnen... Ah ja, ik kan het wel nog aanpassen. Ik heb dat is de instelling die het wel kan doen. Heb ik nu aanstaan, zeker? Ja. Als ik dit uitzet, kunnen we dat nog eens gaan bekijken. En dan kan ik hier van alles gaan aanduiden. Klaar. En voilà. Maar dan kan ik niet meer teruggaan. Dat zie je hier. Hier is geen pijl. Ik kan niet meer teruggaan. Voilà. Dus ook kijk wat afhankelijk is daar. Ik ga dit uitzetten. Ik vind dit moeilijk. Als je dit aanzet en leerlingen kunnen niet meer teruggaan, gebeuren er ook fouten. Dus zorg dan heel goed dat in jouw eerste tekstvraag, dus in jouw informatiesectie voor het examen begint, dat je daar absoluut in vermeldt. Let op, je moet stap voor stap door die vragen gaan, want je kan niet meer terugkeren. De volgorde en de nummering van vragen. Je kan een willekeurige volgorde van vragen aanzetten, zodat het moeilijk is voor leerlingen om achteraf iets te bespreken. Of als je toch niet in die beveiligde omgeving zit, is het misschien ook interessant om die willekeurige volgorde aan te zetten. Of jouw leerlingen zitten heel dicht gepakt op elkaar en zouden gewoon hun ogen kunnen laten rollen op het andere scherm van de leerling. En zo medevragen oplossen, dat wordt dan moeilijk in die willekeurige volgorde. Ook hier let weer op. Soms moeten vragen elkaar wel opvolgen en dan wil je dat niet aanzetten. De secties, dus die tekstvragen, die gaan dienen als secties, dat heb ik al gezet. Dus die gezegd, die blijven mooi op dezelfde plaats staan. Dus uw begin en uw einde of nog bepaalde thema's in het midden erdoor, die blijven staan. Alle vragen daartussen worden willekeurig getoond. Een opstartwachtwoord, dat is handig om leerlingen op hetzelfde moment te laten beginnen. Dat heb je niet nodig in Safe Exam Browser, want daar moet je daar al een opstartwachtwoord op zetten. Maar je hebt dat wel nodig als je het op een andere manier gaat delen, dus in die niet beveiligde omgeving. Dan kan je zeggen van kijk, dit is het wachtwoord ABC. De leerlingen gaan daar navigeren naar hun Smart School of naar in Google Classroom of gewoon naar de link dat je hebt gedeeld. Ze klikken daarop en dan kunnen ze niet starten. Je zorgt ervoor dat iedereen de opdracht vindt. En pas als iedereen die opdracht heeft opengeklikt, deel je het wachtwoord, zodat ze kunnen beginnen. Dus alleen maar nodig als je het op een andere manier buiten SEP gaat delen. Voilà. Safe Exam Browser, daar ga ik... Ja, ik ga daar nu over gaan. Dat is eigenlijk die installatie dat we hem gaan aanzetten om het in die beveiligde omgeving te delen. Er is wel een enorme voorwaarde. Het moet gedeeld worden in een leersysteem. Dus als dit aanstaat, moet je jouw opdracht delen via Smart School, Google Classroom of Microsoft Teams, want anders gaat dat niet werken. En voorwaarde 2 is uiteraard dat jouw leerlingen dat file, dat bestand, Safe Exam Browser zelf, die applicatie, hebben geïnstalleerd op hun device.
Hier gaan we een wachtwoord inzetten om te starten. Dus ik zou kunnen zeggen start. Hier gaan we een wachtwoord inzetten om te sluiten. Afsluiten, quit enzovoort. Dat wachtwoord om af te sluiten is in principe niet altijd nodig. Want leerlingen gaan sowieso, wanneer dat ze vanaf het moment dat ze hun opdracht indienen, dus hun examen hebben afgelegd en klikken op indienen verzenden, dan gaan we meteen een boodschap tonen van kijk, je kan hier nu de beveiligde omgeving afsluiten en eruit gaan. Nu, voor andere zaken, zijn er technische problemen, is het wel interessant om toch hier een afsluitwachtwoord erop te zetten, zodat als er iets gebeurt, dat leerlingen gewoon op het kruisje kunnen klikken, dat wachtwoord kunnen invullen en eventueel computer kunnen heropstarten. Er is iets anders, ze zitten gewoon in het verkeerde examen. Je weet nooit wat er aan de hand is. Dan kunnen ze er gemakkelijk uit en moeten ze niet indienen per se om eruit te gaan. Bij die geavanceerde instellingen, dat is waar ik het over had, om die SEP-files te installeren. Je gaat vandaag 3 SEP-files krijgen via de presentatie. Eentje om die YouTube-links niet te doen werken in de YouTube-video. Eentje zodat Sprint Plus werkt. En eentje waar dat je ze alle 2 hebt, afhankelijk van wat je nodig hebt. Je kan maar 1 bestand hier inzetten. Dus je moet zien dat je echt wel het volledigste bestand gaat installeren dat je nodig hebt. Je kiest dat bestand en je kan het zo gaan uploaden. En dat is het enige wat je moet doen. Dan gaat alles op de juiste manier werken, omdat wij dat bestand voor jou hebben geconfigureerd. Voilà. Ik ga dat even uitzetten, want anders kan ik het zelf niet meer openen later. Als dit aanstaat en leerlingen hebben geen Safe Exam Browser, dan krijgen ze een zwart scherm met een groot rood verbodsteken dat ze geen toegang hebben tot de widget. Dus zonder die beveiligde omgeving kunnen ze dit niet openen. Heb je dus een widget gedeeld, dit staat per ongeluk aan en je ziet dat verbodsteken, ga dan even terug naar je widget om dit uit te zetten als het niet de bedoeling was. Ik ga het even uitzetten. De spellingscontrole, die zet je in principe best uit. We gaan de spellingscontrole overnemen van de browser. Dat betekent dat als jij leerkracht Frans bent en de leerlingen openen dit in hun computer en alle talen staan in het Nederlands, dan zal elk woord onderlijnd, onderstreept worden in het rood. Dus we willen dat niet. Dus ik raad aan om dit uit te zetten. Enkel bij leerlingen waar je wel echt wil van oké, zij mogen die spellingscontrole hebben. Als het een opdracht Nederlands is, bijvoorbeeld leerlingen met specifieke leernoden, dyslexie enzovoort, dan kan je dat wel aanzetten voor die specifieke leerling. Tekstselectie en tekst naar spraak. Ik ga het even zien. Ja, ik zie het nog juist. Deze kunnen we toestaan en dat betekent dat leerlingen tekst kunnen selecteren. Ik ga even tonen hoe dat het eruit ziet dat dat niet kan. Dus nu kunnen leerlingen niks selecteren. Dat is een beetje een maatregel ook tegen het spieken. Zodat leerlingen dit niet zouden kunnen kopiëren, nieuwe tab openen doen, copy-paste in Google. Oké, ik heb mijn voorbeeld gevonden en ik ga dat even invullen. Dus dat is een beetje een maatregel voor als we niet in die beveiligde omgeving zitten. Nu, als we dit wel gaan aanzetten, ten eerste ga je kunnen zien dat we dit kunnen selecteren. En dat betekent dat alle leerlingen die met Sprint Plus werken, nu aan Sprint kunnen vragen om de selectie voor te lezen. Dit is echt voor screenreaders gemaakt. Nu, we hebben bij BookWidget zelf ook al een ingebouwde screenreader daarin zitten. Dit is niet van BookWidget zelf, maar dit is weer de browsers dat dit meegeven. Dus elke browser heeft dit al en zij gaan dat meegeven. Dus ik kan zeggen, ik wil de ingebouwde tekst naar spraak kiezen. En mijn opdracht is in het Nederlands, dus dan moet ik dat ook hier gaan aanduiden. Dutch, voilà. En de bijkomstige taal, dat kan ik ook kiezen. Waarom? Je bent bijvoorbeeld een leerkracht Frans. Heel veel staat in het Nederlands. Mijn instructies staan in het Nederlands. Maar soms wil ik ook dat ze in het Frans, dat ook weer voorgelezen kan worden in het Frans. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat mag in het Frans. Dat is mijn tweede taal. Dat is dat.
Ik kan ook een voorkeur geven aan online tekst naar spraakstemmen. Die zijn een beetje anders. Kijk ook een beetje wat jij het beste vindt. Als ik naar bekijk ga, kan ik hier dit aanduiden. En dan krijg ik nu de mogelijkheid om het in het Nederlands voor te lezen. Als de tekst is in het Frans, kan ik kiezen voor het Frans. Let op, het is geen vertaling. Het is echt puur gewoon voorlezen in die taal. Geef een voorbeeld van een groothandelaar. Voilà. En als leerling kan ik op dit icoontje klikken. Dat is iets wat wij nieuw hebben toegevoegd sinds een week, twee weken. Wat ik graag ook toon. Van, ja, okay, ik vind dat het ietsje te snel gaat. Dus ik zou kunnen zeggen... Hallo, hoe gaat het? Ik ga het op die manier een beetje trager zetten. En ik kan ook kiezen van, ja, ik wil een andere stem als het nodig is. Maar dat gaat beter als je die online voice-over kiest. Dus als ik het nu ga doen, ga je merken dat het trager is. Geef een voorbeeld van een groothandelaar. Dus op die manier weten mijn leerlingen dat de snelheid kan aangepast worden. Maar het is iets wat jij als leerkracht wel moet communiceren naar de leerling toe. Als we geven de voorkeur aan online tekst naar spraakstemmen kiezen, dan kan ik als leerling zelf ook de stemmen kiezen. Dus hier zijn er nu wel meer stemmen. Ah, toch niet in het Frans, dan zal het op mijn computer niet staan. Bonjour, comment ça va? Voilà. Bonjour, comment ça va? Ik kan het wel kiezen en dan wordt het wel voorgelezen. Geef een voorbeeld van een... Toch niet. Ik denk dat er daar... Ah ja, maar dat is enkel voor in het Frans dat ze dat doen. Hallo, hallo. Hoe gaat het? In het Nederlands heb ik geen keuze, blijkbaar. Voilà. Even kijken wat ik hierbij nog wil zeggen. Ja, Sprint Plus. Dus je hebt een screenreader die ingebouwd is. En de meeste werken ook wel, de ingebouwde werken ook wel in Save Exam Browser. Maar het is ook wel interessant als jouw leerlingen gewoon zijn om te werken met Sprint Plus, dat je daar blijft mee werken. Ook hier hebben we een configuratiebestand gekregen van een leerkracht die dit volledig heeft willen delen met ons. Dus bedankt daarvoor. Daar zitten drie bestandjes eigenlijk in die worden toegestaan. Dus drie software-applicaties die worden toegestaan. Je gaat dit weer uploaden in je Save Exam Browser bestand. En belangrijk is natuurlijk dat Sprint moet geïnstalleerd zijn op de toestellen bij de leerlingen die ermee mogen werken. Als de leerlingen dat niet hebben, dus Sprint is niet geïnstalleerd, geen paniek, ze houden gewoon hetzelfde file, dus dezelfde SEP laat je er gewoon in staan, die SEP-file laat je erin staan. Het enige wat zij moeten doen, ze krijgen drie keer dan een melding van dat programma is niet geïnstalleerd, dat programma is niet geïnstalleerd en dat programma is niet geïnstalleerd. Geen probleem, die moeten ze gewoon sluiten en dan kunnen ze verder werken zonder Sprint Plus, want het is niet geïnstalleerd op hun computer. Op die manier moet je geen meerdere versies gaan maken van jouw examens. Moet je geen examen maken zonder het SEP-file en een examen met het SEP-file. Laat ze dat gewoon negeren en dan kan je daarmee verder. Voilà. De tekst naar spraak, heb ik ook weer gezegd, je kan het aanzetten bij de tekstselectie. Heel belangrijk is dat je dit test, test en test. Die tekst naar spraak dat in BookWidget zit, komt vanuit de browser. Dus die komt vanuit de Save Exam browser. Hier moeten we weten, zitten die talen daarin? Welke talen zitten daar al in? Dus let daar zeker mee op. Er zijn al sowieso een paar tips. Zorg dat je altijd de meest recente versie van Save Exam browser hebt. Bij elke examenperiode raad ik aan om even te kijken of er een nieuwe versie is van Save Exam browser. Is die er, moet je al jouw leerlingen die wel opnieuw laten installeren. Dus gewoon downloaden en installeren en dat is gedaan. En best updaten ze ook hun toestel, dus het device zelf, naar de laatste versie als er een update mogelijk is. Als alles het meest geüpdate is, dan heb je het minst kans om problemen te hebben. We merken dat er soms wel wat kan misgaan, maar daarmee moet je het dus ook wel zelf testen. Maak een testversie van een opdracht, deel die met jezelf in Smart School. Zet daar Save Exam Browser aan, zet daar een screenreader, dus die tekst naar spraak optie, zet die ook aan en kijk of die talen dat je nodig hebt, of dat die werken op jouw device, maar ook laat
leerlingen dit al testen. Laat al jouw leerlingen een oefentoetsje doen met die dus met die tekst naar spraak in SEP. Dat kan gewoon een interessante enquête zijn over jouw topic of over jouw vak zelf of over gewoon een reflectie over de leerkracht. Maar op die manier weet je subtiel of alles al werkt voor het examen. Voilà. Hier zijn ook nog audio-instellingen. Ik ben een beetje aan het... het gaat een beetje... Ik doe er trager over dan normaal, dus ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik jullie nog een beetje langer zal weghouden van die prachtige zon buiten. Audio-instellingen. In een quiz kan je automatisch audio afspelen. Dat betekent dat ze naar de volgende vraag springen, dat die audio begint te lopen. Geef eventueel kladblokvragen mee bij de vragen dat leerlingen nodig hebben. Dat is puur, daar staan geen punten op, maar dat is interessant om wat extra notities te geven. Dus voor leerlingen, dat is eigenlijk gewoon een kladpapier. Bij sommige vragen weten we dat leerlingen dat nodig hebben. Dus dan weet je dat je dit kan installeren onder de vragen. Rekenmachine kan je toevoegen. Rekenmachine komt altijd rechtsboven tevoorschijn. In de hoek in dit examen staat het er ook al in. Daar kunnen ze op klikken. En dat kunnen ze wegdoen als ze willen. Dit staat er standaard in voor volledige opdracht. Dus je kan dat niet in secties gaan opsplitsen. Je formule-toetsenbord is iets wat al specifiek is voor de vergelijkingsvraag. Daar kan je aanduiden welke specifieke symbolen ze al moeten krijgen. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste. Voor de rest heb je niet meer nodig. Voor SEP heb ik al gezegd dat je die link moet gaan delen, dus de opdracht moet delen via jouw leersysteem. En niet de link van de opdracht, maar echt wel, ik stuur het naar Google Classroom of in Smart School die opdracht selecteren en het in Smart School plaatsen. In CoolCheck heb je een speciale link nodig voor de leerlingen. Dus dat is echt wel een speciale link. Je kan ook gewoon de link naar de widget delen, maar dan ga je geen live widgets activiteit meer kunnen opvolgen en komen alle resultaten terecht in BookWidget zelf en niet gelinkt aan jouw leersysteem. Dus als je echt wil dat je via jouw LMS gaat alles, dus dat leerlingen ook uniek worden ingelogd en geautoriseerd zijn om daar die opdracht te maken, moet je hiervoor een speciale link delen. Dat is ook iets wat CloudWise, als ze dat samen met jou opzetten, die CoolCheck-applicatie, dat ze daar jou kunnen meedelen. Voilà. Hoe doet dat? Als ik nu mijn opdracht in Smart School of in Google Classroom heb staan, leerlingen klikken op die opdracht en er gaat meteen een berichtje openen dat ze dit willen moeten openen in Safe Exam Browser en ze moeten dit berichtje accepteren. En dan kunnen ze meteen aan de slag gaan. Op het einde dienen ze het in en dan krijgen ze een link om Safe Exam Browser af te sluiten. Oké. Als je het echt puur met de link en widget gaat delen, dus niet via die beveiligde omgeving of via een leersysteem, zorg er zeker voor dat je het vinkje hebt aanstaan, verzend antwoorden naar mij. Dus dat jij alle resultaten van jouw leerlingen ontvangt. En ook nog in het indieningsformulier zijn er zaken dat je moet aanpassen. Dus ga daar ook even naar kijken. Oké. Het verbeterdashboard, daar kom ik straks nog even op terug. Nee, ik ga dat nu toch even snel tonen. Efficiënt verbeteren in boekwidgets voor een examen. Je krijgt ze eigenlijk allemaal in. We weten dat we leerling per leerling kunnen verbeteren. Dan klikken we echt op de leerling en we kunnen vraag per vraag verbeteren. In principe, dat is een beetje afhankelijk van hoe je het zelf wilt. In principe voor een examen zou ik vraag per vraag verbeteren, omdat je op die manier toch wel wat meer kan doen en feedback geven op een efficiëntere manier. Wat gaan we ten eerste doen? We gaan de filter bovenaan gebruiken. Dus je klikt op de eerste vraag en we klikken op de filter. En de filter zal al iedereen wegfilteren die deze vraag volledig juist heeft. Dus hier komen die leerlingen die de vraag juist hebben niet te staan. Wat ik dan ook kan doen, is identieke antwoorden groeperen. Alle leerlingen die dezelfde antwoorden hebben, die worden nu in een groepje geplaatst en ik kan dat weer openklikken om zo te gaan bekijken.
Er zijn twee redenen waarom je kan groeperen. Ten eerste om feedback in groep te geven. Als ik hier nu bijvoorbeeld feedback zou zetten, spelling. Nee, ja, het is gewoon echt fout. Bijna. Voilà. Dan gaat deze feedback naar die twee leerlingen. Ten tweede, je ziet de namen van de leerlingen niet op die manier. Dus je ziet gewoon, iemand heeft dit geantwoord, iemand heeft dit geantwoord, iemand heeft dit geantwoord. En je kan op die manier nog wat objectiever gaan verbeteren tijdens jouw examen. Uiteraard wil je op sommige momenten wel even kijken, oké, wie heeft dat nu weer op die manier gezegd? En je kan dat gaan bekijken, maar je verbetert nog altijd wel wat efficiënter en objectiever. We klikken hier gewoon om naar de volgende vraag te gaan. En dan zie je ook hier weer dat er minder leerlingen staan. Dus er zijn er meer die het juist hebben gedaan. Zijn er weer twee die dezelfde fout hebben gemaakt. En ook hier aantal antwoorden. Je ziet meteen deze vraag. Ja, het is wel wat moeilijk geweest voor mijn leerlingen. Heel veel leerlingen dachten dat het Stockholm was. En één leerling heeft het gewoon vergeten in te vullen. En zo kan ik eigenlijk op die manier heel efficiënt gaan verbeteren. Dus dat is zeker een tip voor het verbeteren. Feedback moet je niet, in principe niet altijd geven, want als je uitleg al hebt geplaatst, dan zal hier een i'tje staan van info. En dan zal de uitleg die je eerder in jouw configuratie hebt staan, komt hier al mee. Dus bij elke vraag waar je uitleg hebt geplaatst, dat komt mooi al mee. En dan kan je in principe bij open vragen gewoon nog een punt geven. En de uitleg zit er al in, dus daar moet ik geen feedback meer op geven. Plus, bij een examen is het zo dat we dat niet zomaar gaan terugsturen. Veel willen dat niet doen en gaan een inkijkmoment organiseren. En dan zien de leerlingen ook gewoon die i. En moet je zelf niet te veel feedback geven. Dat gaat jou enorm veel tijd besparen als je die uitleg er op voorhand al hebt instaan. Voilà, dat is het verbeteren. Ik heb een paar voorbeeldjes meegenomen. Gewoon van verschillende soorten examens. Ik heb hier een gesplitst werkblad waar dat we een tekst geven. En dit is echt wel een leesexamen. En langs de andere kant gaan we hier opdrachten laten toevoegen. Het zijn allemaal open vragen, maar het is echt een combinatie van gesloten en open vragen hier. Ik heb het opstartwachtwoord eraf gehaald, omdat ik er anders niets op kon. Want deze opdrachten, deze examens, zijn ook genomen vanuit de publieke groepen. Dus die vind je terug in de publieke groepen. Bookwidgets, dus SO in dit geval, Nederlands. En dan ga je deze zeker terugvinden. Kan je de opdracht, de titel invullen. Frans voor spreken, ook een toffe, waar dat we weer een gesplitst werkblad hebben. Met zowel afbeeldingen, maar ook audiofragmentjes dat ze kunnen beluisteren. Sorry. En langs de andere kant, let op, een afbeelding dat ze moeten invullen. En ze moeten zichzelf ook gaan presenteren aan de hand van de foto. Wat kan hier niet? Deze ga je niet gebruiken in de Safe Exam Browser of in CoolCheck. Dat gaat niet, want ze gaan niet kunnen opnemen. En via deze weg gaan ze een manier vinden om te spreken. Plus, je bent een vaardigheid aan het testen, dus het is geen ideale manier om dat ook meteen in die Safe Exam Browser te steken. Afkijken gaan ze hier toch niet kunnen doen. Engels lezen, ook hier weer. Een tekst langs de andere kant en waar vraagjes, voilà, erbij. Hier ook, deze heb ik er trouwens bij gezet, omdat de eindtermen er ook bij in staan. Soms is dat wel een transparante manier om ook wel echt te zeggen van kijk, dit ga je vandaag, daar gaan we op testen, dit staat erbij. Plus, het kan ook interessant zijn voor jezelf om ze erin te zetten. Nu, het is niet altijd nodig om dit zichtbaar te maken voor jouw leerlingen. Dan raad ik aan om jouw eindtermen in jouw examen bij de infosectie te zetten. Dus, dat kan je. Dan moet ik even zien waar mijn opdracht staat. Hier. Bij de infosectie kan je hier jouw eindtermen voor jouw examen erin zetten.
En dat is alleen maar zichtbaar voor jou, voor jezelf als leerkracht en voor anderen die toegang hebben tot dit examen als editor. Dus andere leerkrachten die jouw examen ook mogen gebruiken, aanpassen, dupliceren enzovoort. Dan heb ik kennis ook nog. Hier ook wel een toffe, gewoon echt de layout, de design van de school dat meekomt. Eindtermen er weer op, stap voor stap, vraagjes, redelijk visueel ook hier, waar dat ze kunnen doorgaan op die manier. Wiskunde, ook gewoon om te tonen dat ook wiskunde, dat je daar ook, dat je daar van alles mee kan doen, dat ook BookWidgets daarvoor geschikt is. Zoals je ziet, met LaTeX kan je die symbooltjes bekomen. En hier werkt de leerkracht met kleur ook om bepaalde zaken in het vet of te benadrukken en vooral met invulvragen. Nu, deze is ook wel gemaakt nog voor de vergelijkingsvraag, dus het zou kunnen zijn dat ook hier de vergelijkingsvraag bij kon opstaan. Voilà. Oeps. Aardrijkskunde. Een gesplitst werkblad weer met heel veel verschillende bronnen. En dan ook weer hier een tekstvraag om te beginnen. Weer een nieuwe bronanalyse van een weerbericht, ook in een tekstvraag. En dan gaan we weer wat vraagjes stellen. Ook heel duidelijk zichtbaar is dus dat ze de punten per vraag hier kunnen zien. Hè. Voilà. Dan boekhouden. Ook dat kan. Je ziet dat ze meestal starten met een tekstvraag, hè, om toch wel die duiding te geven. Hier wordt er heel veel gewerkt met de invultabel, met ook een whiteboardvraag waar dat ze op moeten tekenen en op moeten invullen. Met die whiteboardvraag kan je best in de uitleg dan echt al het juiste antwoord al meegeven, zodat je niet te veel moet verbeteren. Hè. Kan je gewoon de punten erop zetten. Dus, voilà. Ik ga verder naar deze ook weer een woordje vooraf. En dan hier, dat is eigenlijk die dat ik als voorbeeld heb genomen, waar dat we weer mooi kunnen doorgaan. Hier stond ook een tijdlimiet op. Ik heb die er nu afgehaald, want anders zou ik niet verder kunnen, want dan is die al lang afgelopen. Geschiedenis. Dit is een werkblad. Dus je hebt al een gesplitst werkblad gezien. De quiz heb ik net getoond. En dan heb je hier een werkblad, dus waar dat de leerlingen moeten doorscrollen met heel veel verschillende soorten vragen voor geschiedenis. Vaak dat ze dingen moeten aanduiden op tijdlijnen en zo. Dus die whiteboardvraag komt dan hier aan bod, maar ze kunnen geen afbeeldingen uploaden. Ook weer werken met die tekstvraag met bronnen ertussen. En ook weer stapjes ingeven. Op die manier kan je daar een examen van maken. Dan een creatief mondeling, die wou ik er wel bij zetten, want ik heb die gegeven voor mijn leerlingen marketing. Dus wat ik doe is eigenlijk voor mijn mondeling examen een iPad er langs zetten en mijn leerlingen, mijn studenten, die kunnen eigenlijk ronddraaien, te zien de vraag, te schrijven die twee vragen even op een papiertje en ze mogen zich neer gaan zetten om voor te bereiden. Dus op die manier zien ze echt wel, ja, het is random en is het wel een leuk element dat je kan toevoegen om op mondeling examen op deze manier te brengen. Je kan meer wieltjes, moeten ze meer vragen trekken, ja, dan kan je dat op die manier ook erbij zetten. Hè. Ik zet er cijfertjes bij en lettertjes bij, lettertjes en cijfertjes, zodat ik goed kan aanduiden in mijn verbeterbestand welke leerling was heeft en kan overlopen of hij alles heeft gezegd. Ook, hè. Dat waren de voorbeeldjes. Er zijn er nog veel meer te vinden in de openbare groepen. En dan wil ik om af te sluiten nog eens kort de tips overlopen, want ook met live widgets, daar kan je heel veel mee doen. Dat heb ik nog niet per se getoond. Live widgets, je kan echt, wanneer de leerlingen aan het werk zijn in jouw opdracht, kan je zien wat ze aan het doen zijn. Ik heb hier eentje openstaan. Gewoon een korte opdracht met drie vragen. Maar het is wel interessant om te zien waar jouw leerlingen mee bezig zijn. Of je veel rood ziet, of je veel groen ziet. Of leerlingen veel vragen overslaan. Want je gaat dat misschien niet zien op het einde, wanneer ze hebben ingediend. Maar het kan zijn dat leerlingen bepaalde vragen
leeglaten en daar later terug naartoe gaan. En dan krijg je daar zicht op tijdens die live monitoring. Je ziet ook vaak of leerlingen lang inactief zijn of niet. Dus moeten ze nu lang nadenken? Weten ze echt het antwoord niet? Wat zijn ze wel aan het doen? Misschien moet ik toch even gaan kijken. Dat kan altijd een trigger zijn om even te gaan en te kijken waar dat die leerling mee bezig is. Zeker als je niet in de beveiligde omgeving bezig bent, kan die inactiviteit soms ook wel betekenen dat leerlingen iets anders aan het doen zijn. Wat een andere interessante is, is dat je via Live Widget het exemplaar kan indienen voor de leerling zelf. Stel, het examen is gedaan, iedereen boekt toe, stopt met het examen, de laptop gaat dicht of het device wordt afgesloten en je ziet nadien dat die leerling dat niet heeft ingestuurd. Ja, dan kan je moeilijk zeggen tegen die leerling, ga maar terug naar je examen, stuur het maar opnieuw in, want dan kunnen ze bepaalde vragen gaan aanpassen. Dus dan kan jij hier klikken voor die leerling, dus achter die leerling staan, werkexemplaar indienen. Live Widgets, opnieuw, is alleen maar beschikbaar als je jouw opdracht op de juiste manier via een leersysteem deelt. En voor de eerste keer moet je dit ook inschakelen. De achtergrond van een widget, ook weer een hele interessante. Als ik naar bekijk ga, kan ik hier bij ontwerp die achtergrond een donkere achtergrond geven en kies ik vaak iets voor een kleur dat niet vaak voorkomt op andere websites. Het lijkt misschien een beetje flashy, maar het is wel interessant. Want op die manier, als je het niet in die beveiligde omgeving weer deelt, kan je wel ervoor zorgen dat je af en toe een keertje rondloopt. En wanneer dat de leerlingen switchen van dus een nieuwe tab openen, wat meestal een andere kleur is, zie je wel effectief het verschil. En dan weet je dat ze iets aan het doen zijn dat ze niet mogen doen. Voilà. Uittesten heb ik al gezegd. Ga op voorhand testen, zeker met Safe Exam Browser, of alles werkt. Een ster toevoegen aan vragen, die heb ik hier staan. Dus dat is voor de nieuwe widgets die je opnieuw hebt gedeeld of geüpdate hebt. Daar vinden leerlingen sterren. Dus hier vind je vraag 4. Oké. Daar moet ik terug naar gaan. Die vraag weet ik ook niet zo goed. Gaan we teruggaan en zo gaan we eigenlijk door de volledige quiz heen, het examen heen. En op het einde kan de leerling hier op het bolletje klikken met alle vragen in en ziet hij de vragen dat hij heeft aangeduid. Dus ik kan nu terug naar vraag 1 gaan, dat ik had aangeduid, om toch nog even na te denken binnen mijn tijd dat ik heb over deze vraag. Dus dat is echt puur een hulpmiddel voor de leerlingen om de weg terug te vinden naar vragen die ze nog moeten oplossen. Maar het is iets wat vanuit jullie gecommuniceerd moet worden. De dupliceeroptie, ik denk dat jullie dat ook wel kennen. Je gaat een examen maken met alle juiste opties aan. En voor leerlingen met specifieke leernoden ga je dat examen dupliceren en ga je daar andere opties gaan aanzetten. Dus examen kunnen eventueel hetzelfde zijn, maar zij krijgen wel die screenreader dat ingebouwd is, zij krijgen die spellingscheck dat erbij is, zij krijgen een rekenmachine, al die zaken, zij krijgen extra tijd, kan je er ook inzetten, ga je kunnen instellen en je gaat dus dat examen dan met enkel die leerling gaan delen. Let wel op dat je dat weer op de juiste manier doet. Zeker als het binnen Smart School is. Daar heb je een omweggetje, daar heb je een goede manier voor nodig om het juist te doen. En dat is op de korte code in BookWidgets klikken en dan die link kopiëren en delen via een berichtje bij leerlingen. Importeren heb ik al uitgelegd. En dan wil ik nog kort even over het feedbackmoment gaan. Het handigste is als je meerdere leerlingen hebt, dat je het echt alle opdrachten gaat downloaden als PDF. Dus dat je hier gaat zeggen, ik ga alle werken selecteren of enkel de werken selecteren van de leerlingen die op mijn uitnodiging hebben gereageerd en het werk willen komen inkijken om dat specifiek uur. Dan ga ik dat hier mooi downloaden als PDF. Download dat. En dan ga je die klaarzetten op de computer. Dus je zet dat op een stick bijvoorbeeld of in jouw cloud, ergens in de drive. Je downloadt dat en dan ga je alle computers in het computerlokaal openzetten en die PDF al gewoon klaarzetten.
Hier dus de leerlingversies, wat dat zij dan krijgen, dat is wel belangrijk. Je kan dat ook als leerkrachtversie doen, maar je wil de leerlingversie, dat ze die kunnen opendoen en zo die feedback kunnen bekijken. Dus dat is als je een grote groep hebt, dan ga je echt zeggen van ik wil op voorhand weten welke leerlingen het willen doen. Ik ga ze downloaden en ik ga dat klaarzetten op computers. En we gaan ook vragen dat de leerlingen de smartphones wegsteken. En nog een hele goede tip: leerlingen zouden eventueel een screenshot kunnen maken van hun examen. Dus zorg ervoor dat de screenshots niet automatisch op uw bureaublad worden opgeslaan, maar ergens in een mapje waar de leerlingen het nooit gaan vinden. Dat is iets wat je kan instellen. Dus kijk ook daar dat een screenshot niet automatisch op het bureaublad, want dan wordt het wel erg gemakkelijk om toch nog te spieken. Want dan kunnen ze nadien die screenshot snel via mail of zo versturen. En dan wordt er toch nog gespiekt. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar het zijn maar kleine tips dat ik kan meegeven. Als je zegt, ik wil een individuele leerling binnenbrengen, dan kan je zeggen, ik ga een soort schema maken met enkele leerlingen. En die zeggen, dan op dat uur mogen die komen. En je opent het werk, de PDF ook weer, gewoon op jouw device en je kan dat tonen. Doe het met de PDF en niet dit. Dus ga niet gewoon hier openen, dit is de leerlingweergave, ga dit niet tonen. Want als ze ergens je iets weg gaat klikken, dan zien ze meteen alle resultaten van al jouw andere leerlingen. Dus ook weer hier de PDF downloaden, zet die open, zorg dat je niet te veel andere zaken kan tonen. En op die manier kan je dat feedbackmoment doen. Waarom sturen we het niet terug? Je kan dat doen, hè? Als je zegt, ik wil graag mijn feedback, mijn volledige examen terugsturen. Ja, dat kan. Maar weet dus dat ze dan eigenlijk die examenvragen wel hebben en dat je volgend jaar misschien best wat meer variatie gaat brengen opnieuw in jouw vragen. De feedback naar scoren, nog een heel handige tip, is de algemene opmerking hier, dus de samenvattende opmerking, die komt mee als je de resultaten naar scoren exporteert vanuit BookWidget en importeert vanuit scoren. Dus dat betekent, alle andere feedback gaat niet meekomen, maar wel die samenvattende feedback dat je hier gaat schrijven, die komt mee naast de punten staan bij het examen in scoren in Smart School. En de resultatenexport kan je ook gaan doen in BookWidgets. En dat betekent dat je van een volledig jaar bij punten en rapportering naar resultatenexport kan gaan. En je kan hier zeggen van ik wil van 1 september tot 30 juni is het. Tot dan wil ik eigenlijk al mijn opdrachten van BookWidgets exporteren, inclusief de examens. Zet dat op een stick, geef dat aan uw school, zodat de school dat later ook nog altijd kan inkijken. Dan hebben zij alles. Ook hier die webinar dat ik in het begin heb gedeeld, die link dat daar staat, daar ga je dat ook allemaal over vinden. Dus dat is het langs mijn kant.